Bij Renault's designafdeling zitten ze duidelijk met een tweestrijd bij de EV's. Want enerzijds heb je hypermoderne EV's, zoals de Megane en de Scenic. En anderzijds heb je die retro-modelletjes, zoals de R5, de op til staande Twingo. En nu ook deze Renault 4 E-Tech Electric. Wat een naam. En in deze video ga ik je tonen wat je moet weten over deze nieuwe kleine knaap van Renault. Je hebt inderdaad de Renault 4. En om het helemaal wat raar te maken, deze 4 is groter dan de 5. Maar er is natuurlijk een geschiedenislesje achter, hè? Want de 4 bestond vroeger ook al eens in de jaren 60. En eigenlijk ook de jaren 70, 80 en zelfs de jaren 90. Want vroeger waren auto's gewoon veel langer in productie. Die 4L is altijd Renault's meest avontuurlijke compacte auto geweest. Het was een goedkope en praktische auto voor de gezinnen, hè? En ook gewoon de boeren op het platteland. En ja, die werden ook gewoon jarenlang verkocht. En toen Renault klaar was met de 5 en ze daarvan een crossover-versie moesten maken, ja, was het vrij logisch dat hij een 4 achterop zijn bieps ging krijgen. Maar dat stoppen de gelijkenissen niet, hè, want het is niet enkel de naam die over wordt genomen. Bedoel, kijk maar eens naar het design van deze knaap en zeg niet dat dit heel erg lijkt op een R4. En moet je nog niet overtuigd zijn, dan zijn deze kleine details echte weggevers dat dit een reïncarnatie is van de originele 4. Kijk maar eens naar de vorm van de grill en ook deze twee ronde koplampen. En ook de flank is geribbeld zoals de oude, for your pleasure. En ook Fifi krijgt een extra raampje in haar achteraan om naar buiten te kijken. En net zoals de originele, komt deze nieuwe 4 met een stoffen dakje. Al is dat natuurlijk wel optioneel. En tenslotte krijgt deze nieuweling ook die diep uitgesneden kofferklep met dat uniek stukje en deze hoogopstaande achterlichtjes. Net zoals de oude 4 is deze nieuweling groter dan de huidige 5. 4,14 centimeter is hij lang en hij staat ook nog eens 5 centimeter hoger op zijn pootjes. Daar zou je dus bijna kunnen spreken van een crossover. Dus ja, je mag dit zien als het elektrische alternatief van de Captur. En groter betekent natuurlijk ook meer stouwvolume. Leg je deze stoel dan voor helemaal plat, dan heb je nog eens 2,7 meter aan opslagruimte. En gaan we verder naar de koffer, volg even mee. Ja, dan zie je dat die koffer 420 liter groot is. En dat is eigenlijk best wel groot in dit segment. En dan plus, de inlaattempel die is opvallend laag. En dan plus, de koffer die is ook elektrisch. Soms toch. Stap je eenmaal achterin, dan merk je dat ook deze 4 net wat groter is dan de 5. Maar over een gigantische ruime auto gaan we natuurlijk niet spreken. Dit blijft een auto die moet opereren in het B-segment. Nu, genoeg over die achterbank, die trouwens wel een stuk zachter is en beter afgewerkt is. We gaan eens even kijken naar van voor. Hier van voor speelt Renault duidelijk op veilig, want dit is gewoon het dashboard van de 5. Maar natuurlijk logisch is, want het zijn broertjes. Daar heb je een digitaal scherm van minimaal 7 duim pal voor je neus, of 10,1 duim als je extra solo neerlegt. En sowieso een scherm van 10 inch in het midden, dat trouwens draait op het Google-systeem. En ik ga je uitleggen waarom dat handig is. Want je hoeft je telefoon eigenlijk niet meer te verbinden met deze auto. Want standaard heb je zaken zoals Android Auto, Apple CarPlay, Spotify, YouTube Music en de Car Fire. Voor de herhaling zeggen we het nog eens. Deze 4 staat op dezelfde fundamenten als de 5. En daardoor krijg je ook dezelfde motoren. De basisversie die speelt niet mee, maar daarnaast heb je een versie met 40 kWh aan batterij en 120 pk of een versie met 52 kWh en 150 pk. En al die kracht, ja, die gaat natuurlijk naar de voorwieltjes. Nu wil je natuurlijk weten, Sonja, wat dat wil zeggen qua range. Hoe ver raak je met deze knaap? Wel, de versie met kleine batterij die raakt 300 km ver en de versie met grote accu die gaat tot 400 km ver. En moet je eenmaal gaan laden, ja, dan heb je bij die kleine batterij een maximaal laadvermogen van 80 kW DC. En die grote batterij die kan opladen aan 100 kW DC. Je moet het ze bij Renault wel geven. Hè? Want in een wereld die steeds strakker en scherper wordt, komen ze hier gewoon met een hoop retro-futuristische modelletjes. Hè? Je hebt de 5, de Twingo en nu ook deze 4. Maar vinden jullie dit ook een geslaagd model? Laat het weten in de comments. En check zeker op deze en deze video. Tot de volgende!